Zaterdag 23 mei. Lekker zonnetje, vol huis bij Amsterdam. Dat samen met Bloemendaal ging bepalen wie er landskampioen werd 2008. Vooraf was er vertrouwen in beide kampen. Ik ben van Bloemendaal. Gaan ze winnen? Ik denk het wel. Bloemendaal natuurlijk. Nee, ik denk dat Amsterdam wint. 2-1. 2-1 Bloemendaal. Hebben we morgen weer een feestje? Ik denk dat Bloemendaal stiekem een beetje beter is. Ze moet gewoon een beetje mazzel hebben, denk ik. Ik denk heel net. 1-0. Wat denk jij? Ik denk dat Amsterdam het wel binnenhoudt. En Karel klaar voor zijn laatste wedstrijd. Want het wordt een laatste wedstrijd, want Bloemendaal wint vandaag. En hoeveel gaat het worden? 10-0. Na een uur zuivere speeltijd is het Bloemendaal dat zich kampioen mag kronen. Het won met 1-0 door een strafcorner. Het werd dus inderdaad de laatste van Karel Klaver. Ja, dit was hem. Maar ja, wat een laatste. Ik bedoel, ja, het liefst wil je 100 en deze laatste, maar het is gewoon klaar. Weet je, mijn knieën willen niet meer en... Ja, ik vind het fantastisch. De wedstrijd was denk ik niet zo spectaculair als bij ons thuis vorige week. Maar ja, 1-0, het is eigenlijk wel cru dat we uiteindelijk nu met de corner kampioen worden. Het zat allemaal best wel dicht bij elkaar. Nou, goed, vandaag waren zij misschien iets beter, maar ja, het gaat om hele kleine dingen. En daarin waren wij net iets scherper vandaag. Dus ja, als je wint in 2 keer, dan heb je denk ik terecht gewonnen. Waar gewonnen wordt, wordt ook verloren. Zuur verlies voor Amsterdam na een ijzersterke reguliere competitie. De kansen die we hebben gekregen, je krijgt er weinig natuurlijk in finales. En Bloemendaal is natuurlijk een stuk verdedigend team. Dat hebben ze goed gedaan. We hebben een aantal kansen gekregen. Daar moet je gewoon 1 of 2 goals bij maken. En we hebben een aantal corners heel goed gehad. Daar mag er ook wel 1 of 2 in. Nou, dan kom je aan het eind. Nou, dat hebben we niet gedaan vandaag. Hebben we nagelaten. En als je niet scoort, ja, dan dwing je het natuurlijk ook niet af. Nou, ik vind die gele kaart, als je voor zo'n overtreding in zo'n wedstrijd 10 minuten iemand eruit stuurt, ja, dan maak je gewoon die wedstrijd kapot. En dan vervolgens geef je nog van een zwalbe een groene kaart. Nou, dat is gewoon, dat kan gewoon niet. Als je kijkt naar Santi Vrijks, de hele wedstrijd loopt hij door 6 mensen, wordt van alle kanten neergehaald. En die jongen gaat de hele tijd door. En nou, dat kan, als je dus zo iemand kent, dan kan ik me niet voorstellen dat je dus op dat moment, in zo'n fase van de wedstrijd, dat hij expres daar gaat liggen. En dat vind ik, dat ik moet toch eens proberen uit te leggen, dat je ook een beetje moet kijken naar wat voor spelers ze zijn. Ook de bondscoach Krap uit China had de wedstrijd gezien en hij was tevreden. Nou, dit is gewoon een wedstrijd waar je twee ploegen gewoon echt tot het uiterste ziet gaan om een landskampioenschap binnen te halen. Dat is altijd mooi, het is veel strijd. We hebben misschien niet heel veel oogstrelende momenten, maar toch heel veel momenten gezien waar enorme dreiging van uitging met een aantal hele goede spelers. Dus ja, ik heb zeker genoten. Al met al een mooi slot van een spannende competitie in de Rabobank hoofdklasse. Bloemendaal, gefeliciteerd. Geen 10-0. Nee, maar wel 1-0. Ben je blij? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.